niet toegelaten. Ik vervloek deze school! De kinderen staan ongeduldig voor de deur te wachten. Dan ram ik die deur wel open. Ik ben Femke. En ik ben Sophia, wij zijn vandaag in de rondleiders. De rondleiders vertellen enthousiast over het Benlaag. Stil eens, volgens mij hoorde ik daar iets. Kom, we gaan er naartoe. Wacht eens even, waar is Sophia gebleven? Sophia is verdwenen. Luister, ik ben Frederik. Vroeger wil ik naar Bella, waar ik een uitloop. Daar neem ik vraag. Oh ja joh, echt zo'n avond met zijn grap. Als ze echt een grap zouden willen bedenken, hadden ze mij maar moeten vragen. Oh nee, het spook heeft Sophia te pakken gekregen. Zeg dat dan niet, daar word ik pijnlijk van. Alsof je dat dan niet was. Hey, dat is Sophia. Sterretje bommelieke. Kijk eens. Ze heeft een blik in haar hand. Kom naar het gezinnislokaal van het spook. Eigenaardig. Wat zijn jullie hier aan het uitspoken? Dat kun je beter aan de spook vragen als je rondwalt. Spook? Er is hier helemaal geen spook. Zijn jullie helemaal betoeterd? En wat staat er op dat briefje? Kom naar het geschiedenislokaal. Daar zal ik je een les geven over mijn geschiedenis. Versla mij en alle versteenden zullen weer leven. Ik haat jullie en het Benlage. Frederik. Hey! 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 Frederik! Hey. Het is te gevaarlijk om jullie alleen nog te rijden. Waarom gaan we niet met hen mee? Het zou kunnen. Ja, zou dat goed zijn? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik denk dan. Oké, okay, kom maar. Ja. Oké. Okay. Zoek allemaal een plek. Ja. De kinderen zijn een beetje verward en geschrokken. Dan komt juffrouw Bilstronk binnenlopen. Wie staat er daar met dat laken te verstoppen? Ik hou het van kinderen. Waar is het spook nou gebleven? Wat? Ik zag het echt hoor. Hij is weg. Ja, maar nu je er toch bent, hè? Heeft u misschien een idee hoe we het spook kunnen vangen? Of te doden? Je kunt toch gewoon opzuigen een stofzuiger? Ja, een spook opzuigen. Slim. Slim dat ik dat niet had gedacht. We moeten een stofzuiger gaan halen. In het conciërge ook staat nog wel een stofzuiger. Ja, daar kwam mevrouw. OMG, daar heeft het spook weer. Maar het spook is in slaap gevallen. Hey, ik heb hem. Shh, spook slaapt. Ja, sorry hoor. Weet ik toch niet. Juffrouw Bulstronk is ook versteend. Nee, stop. Dat kun je niet. Het kan niet anders. Het mag niet. Stop. Het spook geeft niet zomaar op. Het spook probeert nog te ontsnappen. Stop.
Gelukkig is alles goed gekomen. En ik was niet bang. Ja, doordat wij niet bang waren, hebben we het spook verslagen. Wat zijn we toch een goed team.